Uiteraard is de Rode Kruis ook vertegenwoordigd bij de theeparade. Pascal en Johan zijn hier op de mountainbike uitrusting. Pascal, hoe ervaar je zo'n dag? Is het te warm of is het om te doen? Heb je al iets meegemaakt? We hebben helaas nog niks meegemaakt. Ja, van de ene kant helaas, van de andere kant alleen maar goed. Het is voor ons ziet het eruit dat het een heel gezellige dag gaat worden. De stoet is heel kleurrijk uitgedost. Kortom, laten we er een gezellige dag van maken. Johan, heb je al iets gezien van de stoet? En zo ja, wat vind je er tot nu toe van? Nou, we hebben even op de Sint-Josefstraat gefietst. En het zag er echt heel kleurrijk uit, heel mooi. Echt fantastisch om het te zien. Het is echt de moeite om te blijven kijken. Oké, en dat zullen we zeker gaan doen, want de theeparade die komt eraan. De kop van de stoet zien we al arriveren, dus ik zou zeggen, kijk eens thuis, geniet ervan.
Fire, catch a 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 fire.